Hey Gabor, jij bent een van de co-founders van Meet June. Je zit hier ook in Utrecht. Hier Klopt. vandaag even op bezoek hier bij mij Ja. op kantoor, dus welkom. Dankjewel. Ja. Meet June, vertel, wat is het en wie is June? Nou, Meet June is een reisplatform waar wij reizigers met locals verbinden aan de hand van maaltijden, overnachtingen en activiteiten. En de naam Meet June is eigenlijk voortgekomen uit meet, het ontmoeten van. June is een meisjesnaam, een vriendelijke meisjesnaam. De naam blijft makkelijk bij. Dus het is eigenlijk het ontmoeten van mensen van over de hele wereld aan de hand van een aantal experiences. En de experiences, de ervaringen die onze lokale host aanbieden, dat zijn maaltijden, overnachtingen en activiteiten. En dat doen wij in Amsterdam en Barcelona. Dat zijn onze twee lanceersteden. Ja, ja, cool. Ja, en, ja. En waar komt jullie idee vandaan? Het idee is ontstaan een jaar of twee geleden ongeveer. Ik was aan het rondreizen door Brazilië. En overnachtte op dat moment in een hostel in Salvador de Bahia, in het noorden van Brazilië. En het manetje van alles van dat hostel, die liep daar rond met een woordenboek. Portugees, Engels, Engels, Portugees, om zijn Engels te kunnen verbeteren. En dus een beter betaalde baan te krijgen. Nou, daar heb ik hem. Ik ben er een week geweest. Hij heeft mij. Ik heb hem in die week heb ik hem geholpen met zijn uitspraak, met zijn woordenschat, met allerlei dingen. En hij heeft mij in die week een aantal keer rondgeleid, wat dingen laten zien in die stad. Totdat hij op een gegeven moment zei van, nou, ik weet je, er ontstaat een soort van vriendschap. Ik ben vanmiddag wat eerder klaar met werk en ik zou het heel, heel tof vinden als je met mij meegaat naar de wijk. Dan laat ik je mijn wijk zien, het voetbalveldje in Brazilië. Ja, ja, ja. Ik laat je kennis maken met mijn vrienden, familie. Dus ik met hem de bus in, een uur in de bus gezeten, richting Sloppenwijk. En hij heeft mij die middag en die avond gewoon laten kennismaken met zijn cultuur en zijn vrienden, familie. We hebben nog even gevoetbald, dus hele bijzondere ervaring. En zijn vrouw die maakte toen ook een maaltijd alleen voor mij klaar met een verse vruchtensap en dat soort dingen. Dus een enorm bijzondere ervaring om op die manier met de lokale bevolking in contact te komen. Ja, ja, ja. Dus ja, zeer bijzonder. En zo is dat idee eigenlijk ontstaan vanuit persoonlijke reiservaring, maar ook vanuit ervaring, kennis en ervaring vanuit de reisbranche. Ik ben al een jaar of 7, 8 werkzaam in de reisbranche. Volg de trends ook. En een platform zoals wij dat nu hebben, zoals Meet June dat is. Dat is toch een stukje trend en speelt enorm. Dus vandaar. Dus persoonlijke en zakelijke ervaring. Ja, ja. En toen kwam je thuis naar die super toffe ervaring. En toen kwam je met het idee. Wat was toen je volgende stap? Ja, het bedrijf is in eerste instantie gewoon opgericht natuurlijk. Een BV. Bij de notaris ingeschreven. Toen hebben we dat even laten rusten. Omdat ik toen ook nog zoekende was naar de juiste partners. Om het op te kunnen zetten. Nou, die heb ik begin 2000 of halverwege 2015 gevonden. En waar vind je de juiste partners? Nou ja, ik heb gewoon van Tinder voor platform. ik heb alleen maar lopen swipen. eigenlijk niet. Eigenlijk toch vanuit het eigen netwerk wel. En mensen waarvan ik dan dacht van, nou, die passen binnen, die vullen mijn zwakte zeg maar goed aan. En mensen die op dat moment beschikbaar waren en waarvan ik echt dacht van, nou, dat zijn de mensen die waarmee ik ook goed overweg kon, we wel een team zouden kunnen vormen die dit zou kunnen oppakken. Nou, die partner die heb ik uiteindelijk gevonden in Ryan Dorn, dat is mijn huidige partner, zakenpartner. Hij houdt zich vooral bezig met het bouwen van de website, het bouwen van het platform. En is volledig thuis in de marketing. En ik heb de kenniservaring vanuit de reisbranche. Dus met hem ben ik toen samengekomen. Toen hebben wij een crowdfunding campagne opgestart. Dat hebben we gedaan bij Simbit. We hebben een startkapitaal opgehaald. Nog wat overfunding binnengehaald. Dus dat ging vrij goed. En vanaf dat moment zijn wij eigenlijk gaan bouwen. Dus toen, toen zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van het platform. En dat hebben we ongeveer een jaar later, dus nu een maand of 2, 3 geleden, hebben we dat gelanceerd. Ja, ja. Ja. Want je aangeeft, je bent eigenlijk al gelijk aan het begin
een crowdfundingcampagne gedaan. Wat ik vaak zie gebeuren is dat eerst een MVP wordt gebouwd en vervolgens daarmee een soort van bewijs van dat het werkt en dan de volgende stap. Het waarom is denk ik gewoon puur gewoon financieel mooi dat het daarmee kan en je daarmee ook voor jezelf de tijd vrij kunt maken om het te gaan doen. Ja, alleen, hoe verkoop je dat? Want eigenlijk had je je had een tof idee. Ja. Je had twee goede ondernemers die het uit gingen voeren. Maar alsnog is het natuurlijk een redelijk dun laagje ijs. Absoluut. Als je kijkt van wat is de potentie van het succes. Ja, je kijkt zo door dat laagje heen. Nee, ja, absoluut. Heel makkelijk, ja. Ja, heel makkelijk, absoluut. Dat weten wij nog steeds niet. Nee, het was een mooi plan. We hebben dat, denk ik, we hebben het juiste platform, het crowdfunding platform, daar ook voor uitgekozen. We hebben dat denk ik ook goed gepresenteerd. We hebben deels vanuit eigen netwerk ook een gedeelte van de funding binnengehaald. En de tool Simbit gebruikt om dat binnen te halen. Ja. En op een gegeven moment kom je op een bepaald percentage en bedrag uit. En dan gaat, ik wil niet zeggen dat de sneeuwbal dan vanzelf gaat rollen. Mm-hmm. Maar dan gaat het wel redelijk snel. En blijkbaar vonden de mensen dat leuk en sprak dat aan. En hebben ze gezegd van, ik wil daarin mee. Ja. Dus die vraag zou eigenlijk gesteld moeten worden aan het publiek, zeg maar. Aan de community die geïnvesteerd heeft. Maar het ging relatief makkelijk. Ja. Ja. En inderdaad, funding binnengehaald op basis van een idee. Want er was een idee en een landingspagina. Ja. Vanaf dat moment zijn we eigenlijk gaan bouwen. We hadden voor die tijd wel twee hele kleine angel investors hadden we aan boord. Die gezegd hebben van, jullie krijgen een initieel bedrag. Zet het bedrijf daarvan op en een aantal andere zaken die we daarvoor geregeld hebben. De explainer video hebben we daarvan laten maken. Een stukje branding ook, landingspagina en een aantal andere dingen. Vanuit daar de crowdfunding geld opgehaald. En vanuit daar eigenlijk meteen aan de slag gegaan met het bouwen van het platform. Ja, ja. Want jullie hebben uiteindelijk bijna een ton opgehaald met de overfunding. Ja, 95.000 euro. Ja, ja. Tegen welk deel van de aandelen? 12%. En op basis waarvan heb je, want dat blijft natuurlijk altijd met echt puur aankijken. Op zich met een converteerbare lening, dan heb je vaak iets meer tijd om je te bewijzen. Klopt. En kun je ook als crowd-investeerder, profiteer je ook van de onderhandelingskracht van de eerste grote investeerder. Ja. Bij echt puur aandelen kan natuurlijk blijft altijd een lastige discussie. Ja, klopt. Dus op basis waarvan hebben jullie toen die waardering neergezet? Die waardering is eigenlijk die is ontstaan of voortgekomen uit twee dingen. Het bedrag wat wij dachten nodig te hebben in dat eerste jaar om de site te bouwen, om überhaupt boven water te blijven. En dat is eigenlijk de voornaamste reden. En de waardering is tot stand gekomen via Equidam. Die kwam vroeger ook van Simbit. Klopt inderdaad. Ze zitten ook in dezelfde gebouw. Heb je zelf aandelen in? Oh ja? Ja, 20 euro. Oké, wie weet. Volgens mij doen ze het best aardig. Dus koffie komt wel af. Ja, precies. Dus... dus wij hebben gedacht van wat hebben we nou nodig om overeind te blijven en om dat platform te kunnen bouwen en om wat marketing in het begin te kunnen doen. De waardering is tot stand gekomen via Equidam. Aan de hand van allerlei key indicators, zeg maar. Dus dat financieel, maar ook qua team. Dus je vult een hele vragenlijst in, die loop je door financieel, maar ook hoe zit het team in elkaar en eigenlijk alles op en eraan. Ja. En uiteindelijk zijn we tot 12% gekomen voor dat bedrag. En dat is ook een totaalwaardering. De totaalwaardering van 8 ton even puur. Even, ja, de totaalwaardering was 5,5 ton of zo. Oké, precies. Toch mooi voor een idee. Ja, precies. Maar ik denk dat ook gewoon groot, in ieder geval voor een groot deel ook gewoon een stukje vertrouwen is. Ook in de ondernemers, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja. Je kunt een mooi plan hebben, maar als je niet ondernemer vertrouwt, dan wordt het toch helemaal niks. Ja, dus dat is bij ons wel goed bevallen, moet ik zeggen. Ja. Ja. En dat, dat is een bedrag wat goed van pas kwam. Ja, nee, waar we nu al meer dan een jaar opteren. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ja, dus we zijn ook super lean. Dus we proberen, het geld gaat echt alleen maar, gaat ook niet naar salaris, gaat ook niet naar dure feestjes of whatever. Gaat echt alleen maar naar product. Ja, ik laat je bubbels af en toe, maar that's it. Ja. Nee, maar het is, alles gaat terug naar product. Ja. Het bouwen van het platform en zorgen dat we nu met marketing, nu dat we net live zijn, dat we dat goed neer kunnen zetten. Ja. Wat tractie krijgen ook en vanuit daar...
zijn we nu ook al zoekende naar partijen die zeggen van nou, ik geloof in de ondernemer. Wat voor veel angels en VC's heel belangrijk is. Ja. En ik geloof ook in het concept. Ja. Schaalbaar ook. En nou, we willen instappen. Dus die zoektocht is nu al, daar zijn we nu al mee bezig. Shortlisten en zo en dat soort dingen. Dus dat pitch deck is klaar. Ja, je weet hoe het werkt. Maar dus intussen wel, zijn we natuurlijk een jaar verder en zijn jullie live. Dus ja. Wat jaar gaf je nu live nu in Barcelona, Amsterdam. Ja. Hoe gaat dat? In ieder geval, maar ook hoe begin je überhaupt in de stad? Je hebt natuurlijk ook een balans tussen vraag en aanbod. Dus wat zijn je, op een gegeven als je zegt van goh, we gaan naar Barcelona, wat doe je dan? Wat zijn dan de eerste stappen? Ja, voor ons is dat... Dat is eigenlijk heel duidelijk. Wij, zoals we dat met meer steden zullen gaan doen, maar zoals we dat ook met Amsterdam en Barcelona hebben gedaan, we gaan eigenlijk eerst altijd op zoek naar een city ambassador. Dus iemand die in die stad woont, bijvoorbeeld een Nederlander die de stad goed kent, die de cultuur kent, die een netwerk heeft. Trouwens, waarom een Nederlander? Ja, hoeft niet per se een Nederlander te zijn, maar toevallig hebben we, in Amsterdam spreekt dat voor zich, maar in Barcelona hebben we ook een Nederlander. En in een nieuwe stad waar we nu mee bezig zijn, gaat dat geen Nederlander worden, maar iemand die wel, die het land wel echt heel goed kent, een goed netwerk heeft. Ja. Om de voornaamste reden is om van hem of haar te horen hoe die stad precies in elkaar zit. Een stukje concurrenten ook, dat soort zaken, maar ook om... De eerste badge aan host, aan te dragen. En zo is dat succesvol gebleken in bijvoorbeeld in Barcelona. Die dame die heeft haar netwerk benaderd. En vanuit dat netwerk kwamen 10, 15 hele goede hosts. Ja. Die worden door ons gecontacteerd. Daar worden fotoshoots mee ingepland, korte interviews. En uiteindelijk als die eerste badge goed staat op de website, dan komen we met een landingspagina, specifiek op dat land. En die landingspagina wordt eigenlijk gewoon vermarkt. Dus aan de hand van marketingcampagnes. En vanaf welk moment, even, wat is eigenlijk je omslagpunt dat je zegt van goh, we hebben nu genoeg aanbod op het platform om ons ook nu te gaan focussen op de vraagkant die je natuurlijk van over heel de wereld moet gaan vinden? Ja, we willen niet per se de grootste worden in een stad. Ik zit liever over de hele wereld dan dat ik in een paar steden de grootste ben. Dus het aantal hosts dat wij in een stad nodig hebben om dat model daar een succes van te maken en dus boekingen binnen te halen is niet zo heel hoog. Het exacte aantal hebben we eigenlijk nog niet bepaald, maar dat zal ik denk ergens tussen de 100 en de 250 liggen of zo. Dus dat valt denk ik wel mee. Nou, als nog een flink aantal of niet? Of is er bij andere platformen echt een veelvoud? Er zijn een paar hele grote partijen die echt een heel veelvoud hebben van dat aantal. Maar laat ik het zo zeggen, als wij 100 hele goede hosts hebben in Barcelona, dan zijn we daar helemaal tevreden over. Met goede profielen die ook boekbaar zijn, die te vermarkten zijn, dan vinden we dat al... dan vinden we dat al goed. En ik bedoel, het unieke en de kwaliteit van de experiences, die staat voor ons voorop. En niet dat we in een half jaar tijd naar 5000 hosts willen groeien. Want dat is, we merken dat nu al, dat die aanbondkant is niet zo heel spannend. De marketingcampagnes die we nu hebben draaien, die gaan eigenlijk hartstikke goed. Dus dat is niet zo spannend. Maar we moeten de mensen wel tevreden houden. En dat doen we voornamelijk door transparant te zijn, door met goede communicatie, maar ook vooral doordat we die mensen boekingen kunnen geven. Ja, dus ik denk dat juist misschien te sterk is, juist met een kleinere, in ieder geval relatief in verhouding kleinere groep hosts in een stad. Ja. Terwijl de 100 natuurlijk natuurlijk ook wel een behoorlijk aantal is. Ja, ja. Is dat je daarmee ook gewoon, als je kijkt ook met een stukje groeiende vraag wat je gaat krijgen, die host ook gewoon tevreden houdt. Precies. Dat ze ook gewoon een stukje binding voelen met het platform. Ja. En dat ga je niet krijgen wanneer ik wel 1000 hosts in erbij hebt. En zeker niet waar de fase waar we nu in zitten. Kijk, het zou zomaar kunnen zijn, maar dat denk ik niet dat op het moment dat we dadelijk wat groter worden, wat verder zijn, dat we een stad van wereldformaat, dat we daar gaan lanceren en dat het heel snel gaat. Dus dat we binnen no time op, 500 hosts zitten. Maar bij voorkeur, het gaat mij niet om de aantallen. Ik vind die aantallen niet zo spannend, maar het gaat me wel om de kwaliteit. En
unieke experiences die waar we iets mee kunnen, zeg maar. Ja. Waar de reiziger ook iets mee kan. Ja. En hoe beoordeel je kwaliteit? Het unieke karakter van een experience. Wat is uniek? Ja, wat is uniek? Dat is een goede. Kijk, ik kan me voorstellen dat uniek kan je zeggen in de plekken die je nooit hebt gezien. Maar ik kan me voorstellen dat ook heel veel toeristen toch eventjes de highlights willen zien, maar dan misschien met een meer uniek verhaal erachter. Dus ja. hoe kijk je zelf naar uniek? Het unieke zit niet alleen in de experience, maar zit ook in de host zelf. Dus het karakter en het verhaal van de host. Dat is zeker zo belangrijk als de dienst die ten uitvoer wordt gebracht. Ja. Dus daar toetsen we een beetje op. Dat doen we per Skype of telefonisch. Dus we hebben altijd contact met de host. We kijken ook natuurlijk naar de dienst die wordt aangeboden. Een standaard wandeltour is minder speciaal dan een dame die in Barcelona bijvoorbeeld een bezoek aan de lokale markt, waarmee de lokale markt bezoekt, La Boqueria. En dan met haar samen een paella klaarmaakt op haar dakterras. Ja. Dat zijn een beetje of een dame die een Pablo Picasso workshop verzorgt in Barcelona. Een beetje dat soort uniekere experiences. Ja. Daar wordt wel, daar wordt toch wel op getoetst. Ja. Ja. En nu in ieder geval, want zijn jullie ook al aan het focussen op de vraagkant? Zijn jullie al gekomen? Ja, we hebben al wat boekingen binnen, maar de focus ligt nu nog echt op het aanvullen van van het aantal hosts, zeg maar. Het versterken van dat, of het vergroten van dat aantal. En uiteindelijk gaan we dat verleggen, en dat zal vrij spoedig gaan gebeuren. Gaan we dat verleggen naar boekingen. Het komt natuurlijk al bijna natuurlijk ook vakantieseizoen, dus schijnt zondag wat druk achter. Nee, ja, precies. Ja, precies. Het seizoen begint nu in Amsterdam en in Barcelona. In Barcelona is het al begonnen. Het weer is dan natuurlijk wat beter. Ja. Dus ja, dat absoluut. Ja. En daarom, dat zeg ik, als we er 10 of 15 of 20 hele goede hebben, dan kunnen we er al wat mee. Ja. En dan kunnen we het model bewijzen. En vanuit daar denken wij dat we dat relatief makkelijk kunnen gaan vermarkten naar andere steden. Ja. Dus en hoe ga je de mensen krijgen? Kijk, want natuurlijk op zich, hè, je zegt je gaat van stad naar stad. Dus dat is natuurlijk overzichtelijk ook in het vinden van de host. Ja. De vraagkant, de toeristkant, die komt natuurlijk over heel de wereld. Dus dat is wat minder overzichtelijk. Ja. Op wat manier ga jij die vinden en ook je merk bouwen? Ik kan me voorstellen dat daar wel een uitdaging ligt. Ja, we hebben onze doelgroep is een beetje de millennial, dus 20-35er. Omdat die nog, die kunnen dat vaak. Kijk, onze experiences zijn over het algemeen heel betaalbaar. Dus prijs is niet echt een issue, maar vaak willen die wel wat speciaals. Dat is de doelgroep die het toch ook wel kan betalen en die ook veel reist, die veel kan reizen. Vanwege een stukje vrijheid, misschien nog geen kinderen, dat soort zaken. Dus dat is voor ons een doelgroep. En de 50-plusser die bijvoorbeeld al 3 keer in Barcelona is geweest. En die nu is echt wat anders wil. Dus dat zijn een beetje de doelgroep. En we hebben daarbij gekeken naar, naar gewoon inkomende landen, zeg maar. Dus als je kijkt naar Barcelona, dan is er een top 5 van reizigers die van binnenkomende reizigers. Incoming tourists. Nederlandse woord is even. Ja, ik krijg wat precies. En daar targeten we op. Dus op die millennial die uit een van die 5 landen komt. En target vooral via internetmarketing. Ja, precies. Dat gebeurt social media en voornamelijk Facebook. Tot nu toe werkt het goed. Ja, en ik wil voorstellen dat je ook een stukje branding opbouwt. Gewoon door het vertellen van de verhalen op de site. Absoluut. Dat zorgt voor goede foto's, goede profielen. Ja, absoluut. En wat we ook... kijk, elke host, maar ook elke reiziger, die kan een eigen blog gaan bijhouden. Dus uiteindelijk hopen we ook dat een soort van contentmachine gaat worden. Wat ik net zei, we werken in elke stad ook samen met de City Ambassador, die niet alleen host aandraagt, maar die ook die ook een blog bijhoudt. Ja. Dus 1 of 2 keer per maand. Dus op die manier genereren we ook eigen content, wat weer de organische zoekresultaten, wat daar weer gunstig voor is. En die local investor, die kan ook in ieder geval ook de speelend web zijn, ook qua binding van de groep door wat ik voor borrels organiseren of iets anders. Ja, absoluut. Dat is absoluut waar. Bijeenkomst of wat dan ook. En in sommige gevallen is zij ook het aanspreekpunt. Dus op het moment dat een host vragen heeft, dan komt hij niet meteen naar ons. Maar dan bezoekt hij eerst dan belt hij eerst de City Ambassador. Dus dat werkt eigenlijk prima. Ja, absoluut. Ja. Ja.
En als we toch over de uitdagingen hebben, regulering. Hè, waarschijnlijk zul je in die gesprek daar wel een keer iets over krijgen. Ja. Kijk, want wat je doet is, jullie hebben gekozen om een totaal ervaring aan te bieden. Ja, dus overnachten, hè, dus verblijf, ja. Eten en de activiteit. Ja. Dan kom je natuurlijk eigenlijk ook op drie verschillende gebieden waar ook afhankelijk van waar je bent de discussies over lopen. Nou, kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam, hebben we natuurlijk discussie rondom de Airbnb. Wanneer het gaat over overnachten, wanneer het gaat over het eten, dan hebben we de Airbnb discussie rondom Horeca Nederlands. Ja. En alleen volgens mij de enige waar het niet zoveel gedoe is het eerste deel. Ja. Ook omdat het gewoon nog geen markt is waar heel erg veel echt in speelt. Ja. Dus op wat voor manier ga je daarmee om, zeker wat je ook natuurlijk iedere keer weer in nieuwe steden wilt gaan uitbreiden? Ja, we kijken, wat we eigenlijk doen, dat doen we ook voor Barcelona bijvoorbeeld, we kijken naar bestaande regulering. Er zijn natuurlijk een aantal grote partijen wereldwijd die daar al tegenaan zijn gelopen. Waarbij zij in gesprek zijn gegaan, soms wel, soms niet, met lokale overheden of met gemeentes. Dus voor veel plekken, ik noem Barcelona als voorbeeld, is die regulering er al. En dan kijk ik even sec naar de homestays. En dus Airbnb. Mm-hmm. Dus die regulering die is al uitgewerkt en uitgeschreven door de lokale overheid. Dus daar verwijzen we naar. Met homestays, kijk, wij bieden eigenlijk, of onze hosts bieden eigenlijk alleen maar homestays aan. Dus dat valt ook weer niet helemaal onder de regulering zoals die door de gemeente is opgesteld. En een homestay is kamerverhuur. Dus echt in ieder geval geen heel appartement of huis, maar dat iemand gewoon er woont. Iemand woont daar. Maar die heeft gewoon een kamer. Precies. Of twee kamers vrij in. Precies. En die zegt van ik verhuur die kamer, ik zet die op Midjune en reizigers kunnen hier overnachten. Ja. 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 En met activiteiten is die regulering er nog niet echt. In sommige steden moet je wel officieel gids zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. In Barcelona is dat volgens mij niet het geval. Amsterdam ook niet. Dus daar zijn de mensen redelijk vrij in. En voor maaltijden ligt het eigenlijk nog volledig open. Dus dat is een redelijk nieuwe markt. Het is even afwachten wat daaruit voortkomt. Wij staan absoluut open om met ook gemeentes in gesprek te gaan om die dialoog in ieder geval aan te gaan en of open te houden en aan te gaan. Ja, absoluut. Ja, denk ik. Uiteindelijk ligt natuurlijk de meeste tijd die besteedt in het neerzetten van een nieuwe stad, het vinden van de host, het vinden van de profielen. Ja. En zeker als je het beperkt hebt, dan zal die groep ook redelijk betrokken blijven bij het platform. Ja. Dus daarmee ook gewoon alle belang om gewoon de relatie met die steden gewoon goed te houden. Ja, absoluut. Nee, zeker. Absoluut. We willen dat zeker. En ik denk dat elkaar alleen maar kan versterken uiteindelijk. Ja. Dus nee, het is niet dat we staan absoluut open om dat gesprek aan te gaan en om te luisteren en om de samenwerking aan te gaan eigenlijk. Ja, nee, zeker. Tof. Een mooi verhaal. Ja, dankjewel. En als je kijkt naar, als we elkaar over een jaar weer spreken, dan gaan we weer naar deze pittingbank. Mm-hmm. Volgende keer zorg ik voor een biertje erbij, want het is ook al vrijdagmiddag. Het mag, half zes. Ja, precies. Dan, waar staan jullie dan? Over een jaar hopen wij in een... het idee van Midjune is een beetje dat wij ons willen vestigen in steden die bestaand zijn. Dus die waar de toerist al komt. Omdat het lanceren makkelijker maakt. Maar ook in opkomende markten. En over die opkomende markten kan ik nu nog niet zo heel veel zeggen. We weten wel al waar we naartoe willen. Maar dat moet nog even onder de paraplu blijven. Mm-hmm. Dus we hopen dan gewoon heel sterk te zijn in een aantal steden die al staan. En in een aantal opkomende markten met een community, wat voor ons nu absoluut het belangrijkste is. Die gewoon heel tevreden is. Die Midjune echt ziet als een merk wat gewoon goed staat, wat aanspreekt. Waarmee ze ook direct in contact staan met de reiziger of vice versa, reizigers met host. En die daar echt tevreden over zijn. En een platform waar je terecht kan eigenlijk voor alles wat je doet op het moment dat je een stad bezoekt. En dan met de local aan de hand van hele bijzondere reiservaringen. Dus dat is eigenlijk een beetje de korte, tot eind dit jaar, de korte termijn visie. Ja, dus echt het aanbieden van een totaal experience op basis van die lokale ervaring. Ja, precies. Ja. Dus dat is het plan van die. Dus we zullen nog een aantal andere steden gaan uitrollen.
De zomer wordt natuurlijk gebruikt om, om ook die reizigerskant aan te spreken. Mm-hmm. Dus ook dat we de local voldoende of de host voldoende boekingen kunnen geven. Ja. En na de zomer zullen er ook weer een aantal bestemmingen worden toegevoegd. Dat is eigenlijk het plan. Ja, ja. Maar voorzien dat vrienden na zomer misschien weer de kerst zullen komen. Ja, ja. Dus, dat zou inderdaad zomaar kunnen. Ja. Oké. Okay. Dus ik zeg dank voor het gesprek. Veel graag succes. Ja, en laten we het over jaren afspreken. Deze keer dan met een biertje erbij vrijdagmiddag. Absoluut. Om te kijken waar je staat en waar je dan allemaal mee bezig zijn. Gaan we doen. Oké. Okay. Top. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.